Lang niet in de basis gestaan en ook scoren. Ja, inderdaad. Het was weer eventjes geleden. En dan is het persoonlijk voor mij natuurlijk heel fijn dat ik eventjes even in de spot laat staan met een doelpunt. Dus hartstikke mooi en blij. Belangrijke goal. Openingstreffer. Ja, zeker. Ja, inderdaad. Ik moet zeggen dat we wel dat het denk ik wel wachten was op een goal. We hadden in de eerste helft hadden we het grotendeels denk ik onder controle, waarin Utrecht weinig kans maakte op een doelpunt. Ik denk dat wij veruit de sterkere waren de eerste helft. En gelukkig kon ik dat uiten in een eerste doelpunt. Controle is misschien wel het woord, hè, voor deze wedstrijd. Ook in de tweede helft, misschien was het wat slordiger in de tweede helft, maar weinig weggegeven. Ja, ik moet zeggen inderdaad, aan de bal, de eerste helft was het gewoon goed. We lieten Utrecht veel lopen achter de bal aan. Nogmaals, een aantal goede kansen gecreëerd, een aantal goals gemaakt. Die tweede natuurlijk net voor de rust, een hele belangrijke. En de tweede helft, ja, inderdaad goed verdedigd, maar in balbezit wel een stuk minder dan de eerste helft. Hoe belangrijk is zo'n resultaat direct naar de winterstop? Ja, hartstikke goed. Je hebt natuurlijk een zware en goede voorbereiding gedraaid in Turkije, waarin alles een teken staat van deze wedstrijd. Als je kijkt naar de ranglijst natuurlijk ook een hele belangrijke puntverschil dat je nu hebt weggespeeld. En dat is denk ik de beste stap die we konden maken. Dat is een winstpartij en dat hebben we gedaan. En dan dinsdag, hè? Ja, nu volgen de wedstrijden volgen schouw. En dinsdag weer een hele mooie wedstrijd tegen Vitesse. Dan is Svensson natuurlijk weer terug. Ja, dat klopt. Daar moet je dan mee dealen? Dan moet je dan weer voor jezelf een plekje geven. En dat is nou eenmaal de situatie. Is het moeilijk of niet? Ja, het is lastig. Maar goed. Je kan natuurlijk veel geduld hebben, maar je moet nog gaan spelen. Nee, is ook zo. En daarom ben ik wel blij gewoon met vanavond. En nogmaals een leuk moment voor mezelf. Ik heb geprobeerd mijn eigen spel te spelen, belangrijk zijn voor het team. En ik heb laten zien dat ik prima kan spelen, denk ik. Je maakt het de trainer gewoon moeilijk. Dat is wel hetgene wat je probeert uiteraard. En dat heb ik vandaag ook geprobeerd.